In de vorige aflevering heb ik een oud Nederlands station nagebouwd, begonnen met het interieur ervan en zijn we het havengebied aan het vergroenen. In deze aflevering werken we het interieur van het station af en gaan we heel dit gebied afwerken met custom trees en straalstatues. En voor die statues vraag ik jullie hulp voor namen achter te laten voor de verschillende characters die ik in het rond ga plaatsen. Zoals onze vriend Steven hier. Maar voor ik kan beginnen met het rondplaatsen van statues, gaan we eerst beginnen met interieur. En het eerste dat we gaan doen is de toiletruimte. Yippie! In de vorige aflevering had ik deze bloks hier geplaatst, maar... ja, dat is niet echt een goede layout, want ik wil twee toiletruimtes. Dus ja, deze blok heb ik hier niet meer nodig. Wat dan wel een probleem gaat zijn, zijn deze pilaar naar raam. Wat ik ook kan doen, is hier gewoon een aparte kamer van maken en hier een muur zetten. Zoiets. En dan misschien gewoon hier een muur tussen plaatsen. En dan heb ik aan de linker en rechterkant een toiletruimte. Oké, ik ga eerst een keer iets bedenken. En dan kom ik zo bij jullie terug, want ik heb echt geen idee dat ik dat hier ga zetten. Dat is waarschijnlijk het beste design dat ik mee opkwam. Dus hier bijvoorbeeld binnen voor de vrouwen-wc, hier bijvoorbeeld binnen voor de mannen-wc. En dan de toilet moet aan de binnenkant zijn, want anders heb je een random raam waar de mensen van op straat kunnen kijken naar je die op het toilet zit. Dus dan komt er hier en hier een toilet. Dit zou ik dan een centered panel maken, zodat je meer plaats hebt in het toilet hier. En dat er ook meer ruimte is waar dat de lavabo is of zoiets. Dan hier... weet ik nog niet wat ik mee moet doen. Ik dacht... oh wauw, je kan hier niet passeren. Wauw! Maar in plaats van hier heel de tijd te staan praten, ga ik eigenlijk een bloks gaan halen en iets proberen te bouwen. Deze kamer komt gewoon uit dezelfde bloks als de buitenmuren. En de toiletstallen gaan niet uit dirt gemaakt worden. Kan ik hier eigenlijk centered panels van maken met dit hier? Met die wrench? Nee, dus? Ah, dat is mijn framed hammer, oké. Oh nee. Ik ga een full blok moeten gebruiken voor... de deur. Toiletten ga ik zelf weer uit quartzbloks maken. Dat ziet er ook maar raar uit. Ik ga gewoon kijken naar degene naast jou. Oké, ik heb een redelijk wc-hokje voor de plaats die ik maar heb. Het is heel krap, maar het werkt. Ik gebruik voor een keer oakwood met de dark oakwood. Ziet er best nice uit. Het is best haunting dat je kan kijken naar de persoon die op het toilet zit. Maar daar doen we het maar mee. En wat ik wel nog wil toevoegen, is de wc-bril. Maar oké, ik ga er offscreen verder werken aan deze twee kamers en dan kom ik zo bij jullie terug. Ja, de toiletten zijn juist gedecoreerd en wanneer ik kijk wat ik ervan gemaakt heb. Hè. Dus hier aan de rechterkant heb je een klein kastje waar dat er een toiletrol op staat, puur als opslag. En ik heb ook dark oak plus de dark oak strip samengevoegd en dat ziet er best nice uit samen. Goed, als we dan doorkomen naar hier, heb ik een mooie sign gemaakt met de graffiti van Immersive Paintings. Foto van internet gehaald en opgeslaan. En ik denk dat dit de verkeerde format is. Spiegel gemaakt met blue ice. Hier heb je mijn Guardian Farm en hier is de ice biome waar ik makkelijk mijn ice kan halen. Met hierbij een lavabo voor je hand te wassen. Onze hypermoderne handdroger. Dat is een design van Magnamussen. Maar goed, als we dan door de deur gaan, heb ik ook een paar dingen aangepast. Maar ik heb ook een sign voor man toilets en woman toilets gemaakt. Dan daar een wc sign. Met een kleine kast voor de plaats te vullen. En dat ziet er nice uit met deze varnish barrels en dark oak samen. Ik heb ook gebruik gemaakt van cherry leaves op een potted fern. Wat dat er een andere variant heeft van deze plant. Ik vind het wel goed, maar ik denk dat er nog iets te kort is hier in het min. Misschien een soort tapijt of zo. Dus ik ga even gaan kijken wat ik ervan kan maken. Dus ik dacht om red carpet te gebruiken. Maar ik heb deze gebruiken, corn thread carpet. Het ziet er eigenlijk echt best nice uit. Ik ga ook nog de tijd nemen voor hier mogelijk aanpassing te doen. Ik heb ook ondertussen al een potted fern daar geplaatst. Daar heb ik een open plaats en ik heb ook nog een tunnel die moet gedecoreerd zijn. En ik heb ook nog deze bovenverdieping en ik heb nog alle bomen dat ik moet rondom rond plaatsen. Ik heb nog veel werk en ik heb nog geen tijd gehad. Uh-oh. Ik zit hier mooi in de zethoek waar ik kan wachten tot als de trein komt, die er niet is.
Maar ik heb hier een mooie klok naast mij en ik kan altijd een krant lezen of een boek uithalen voor te lezen. En een van deze mooie tafeltjes of zitplaatsen. Hier kan je de gratis kranten natuurlijk uithalen. En vernieuw de signs van perron 1 en 2. En ik denk dat dat eigenlijk redelijk wat alles is wat ik ga doen op deze verdieping. Maar ja, ik ga direct doorgaan naar het volgende. En dat is eigenlijk gewoon deze tunnel afwerken. Dat is nog het minste van werk, denk ik. Are you sure about that? En de tunnel is afgewerkt. Die heeft me langer geduurd dan gedacht, omdat ik het 2 keer gebouwd heb. En ik vind het er best oké uitzien. Ik heb ook deze extra versteviging toegevoegd bij het begin en 2 keer hier in het min. En dan ook achter de hoek. Af. Goed, die trap is nu gelegd en het laatste dat we gaan doen van interieur is de bovenverdieping. Dat gaat waarschijnlijk het meeste werk zijn, maar we gaan niet staan sukkelen en we gaan direct beginnen. Ik ga eerst kijken voor de vloer af te werken en dan ga ik uit de dirt muren plaatsen hoe dat ik de kamers ga indelen. Maar vooraleer dat ik dat doe, ga ik eerst kijken voor mijn pickaxe te repairen. En gelukkig heb ik daarvoor een Guardian Farm waar dat ik heel simpelweg mijn experience kan nemen. Allee, hoe pak ik dat weer? Ik heb een grote lijn iets uit dirt, maar... Oei, ik ben dat vergeten hier weg te halen. Hier heb ik een kleine hang waar ik iets kan storen bijvoorbeeld. En een trap naar boven voor de slaapkamers. Hier ruimte voor het eten. Ik dacht om hier de keuken te plaatsen. Het is een beetje krap en hier moet er een schoorsteen komen volgens de foto. Dus we gaan zien hoe we dat hierin gaan krijgen. Hè. En dan aan de andere kant dacht ik om hier een woonkamer te maken. En ik dacht om hier de archiefkamer te maken waar alles staat van het station. Maar goed, wanneer ik in muren plaatsen, hè. Wanneer ik de Hounds spruce planks of zo gebruik, ik weet niet hoe je het eigenlijk moet zeggen. Dat is ook weer een blok die je met de chip table kan maken. Het is misschien te veel van die planks. Ga ik proberen met de onderste blokken gewoon te vervangen door de spruce logs en ze dan te strippen. En ik denk eigenlijk wel dat dat er veel beter uitziet, dus we gaan dat overal doen. Ja, dat ziet er wel al een goed begin uit. Het moet wel nog 1 blok hoger komen. Ik ben eigenlijk ook een keer aan het denken voor misschien een lichtere blok te gebruiken. Misschien met oak of zo. We mogen hier alles afbreken. Oei. En we gaan direct een stuk hoger maken. En eerlijk gezegd, ik vind het er al veel beter uitzien met de oak. Het gebouw op zich is al redelijk donker, dus om iets lichtere kleur te gebruiken, vind ik denk ik wel goed eruit zien. En ik zou dan het plafond in de plaats uit tin spruce planks maken voor toch wel iets van donkere kleur te hebben in de onderste kamer. Ik heb al redelijk wat in dirt geplaatst waar ik de meubels ga plaatsen, zoals hier de eettafel komt uit dark oak trapdoors met shift versies voor tafelpoten. En ik wil weer werkende stoelen, dus heb ik weer wol nodig. En aangezien dat ik dat echt enorm veel nodig heb, ga ik waarschijnlijk binnenkort een keer een sheep farm maken. Het is misschien een rare keuze, maar ik ga black seeds gebruiken. Het is wel realistischer, want mijn keukenstoelen zijn ook uit zwarte stof. Ik ga er spruce doors toegenaan plaatsen als leuning ervan. En zwarte banders als rugleuning, dat je niet tegen dat hard hout moet zitten. Het ziet er misschien wel raar uit, maar misschien met alle meubilair en paintings en whatever, ziet het er nog saf uit. Maar ik kijk wat ik met deze zone hier kan doen. Hè. Het ziet er wel nice uit, maar het is zo... eentonig qua kleur. Het ziet er al beter uit met de addition van dark oak als schoenrek in de plaats. En ik ga dat op zijn geheel veranderen ook naar dark oak cabinets. Want deze hou ik in spruce voor dan weer een ander contrast te hebben. Dat ziet er best nice uit. Zou ik hier nog een plaatsen of niet? Ik kan het gebruiken als vloer voor de trap. En dat ga ik doen met een dark oak trapdoor. Ziet er best goed uit. Maar nu eerst een keer kijken naar de living room. De dark oak is voor de sofa. Die we uit hele seedblocks maken. Niet uit dirt. Seedblocks. Ik bleef maar die trapdoors open doen, hè. God. Ja, die gaan we wegdoen, want het is te lang, lek. Ja, veel beter.
Goed mensen, ik ga eigenlijk een keer offscreen verder werken aan mijn decoraties en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik begin te stressen, want het is al maandag en ik moet nog een heel stuk doen. Ik moet nog alles buiten doen, ik moet nog alles hier binnen doen en ik moet nog verder editen. Dus ik ga... Lightning fast! Verder werken. Ja mensen, het is zover. Ik dag en nacht verder werkt. We zijn nu dinsdag voormiddag voor het werken. En we gaan nog snel een keer een rondleiding geven van wat ik eigenlijk allemaal gemaakt heb. We gaan door onze prachtige deur, we komen naar boven en er staat hier al een nieuwe lamp. Als we dan de living binnenstappen, heb ik hier een boekenkast geplaatst. Samen met nog een extra detail. Met een prachtige piano, met een paar flowerpots en whatever on top of it. De bank heb ik anders gemaakt, omdat je niet echt een tv hebt in deze tijden. Een painting met een pumpkin, aangezien dat bijna Halloween is. En een klok in deze corner. Als ik door deze deur kom, heb ik de archiefkamer met enchanted books in voor de plaats te vullen. Wat dat er wel nice uitziet. Een beetje verder ook een zitplaats waar dat de persoon kan de archieven lezen, whatever. Als ik aan de linkerkant van deze kast kom, kom je in de eetkamer. Met daarbij een mooie kast, een paar paintings, een mooi gedecoreerde tafel, nog een paar kasten hier en... Nog een werkruimte met weer prachtige Nixie-tubes op de kast. Dan kom je door in de keuken. Het begin van de keuken is een voorraadplaats voor eten te sparen. En dan hier is de keuken zelf. Deze backpack moet weg. Geprobeerd om zoveel mogelijk en mooi te decoreren. Ook met Farmer's Delight gemaakt. En het ziet er best nice uit. Dan komen we de trap naar boven. Kom je eerst in de hang waar dat er een paar items staan. De eerste kamer aan de rechterkant is voor het kind of whatever. Mooi gedecoreerd met een leerplaats en een bal op de plank. In de hang staat zijn kleedkamer, want ik had niet genoeg plaats in zijn slaapkamer. Maar het ziet er best nice uit. En ook een leeshoekje. Dan heb je de badkamer. Ook mooi gedecoreerd met gebruik van deze quartzbloks. Een douche. Een rek voor de handdoeken aan te hangen. De prachtige toiletrol. Dan komen we in de master's bedroom met een prachtige plant en ook weer een kleerkast. Twee bedden en nog een werkruimte. En de kasten heb ik ook een beetje in de muur verwerkt. Maar dat was dus eigenlijk alle decoraties dat ik aan gewerkt heb. Het heeft redelijk lang geduurd en ik zat ook te sukkelen met netwerkissues. Dus zorg ervoor nog meer stress. Maar oké, doordat dat gebeurd is, kunnen we eindelijk beginnen aan de buitenkant. Dus heel dit stuk moet nog gedecoreerd worden tot achter het magazijn hier. Oh. Maar oké, laat me maar beginnen met decoreren. Goed, de straat is een beetje aangepast. Die is veel korter, want normaal kwam die tot ongeveer daar. En ik heb een paar bomen ingeplant die ik ga plaatsen. En natuurlijk moet ik van de haven richting de stad kunnen gaan. Dus heb ik het pad via hier laten lopen tijdelijk. En ik ga nu eerst het pad aanpassen naar die blokkenkeuze. Zodat we makkelijk daar gaan. En dan ga ik de bomen plaatsen. Natuurgebied hier een beetje meer opfrissen. En deze boom waarschijnlijk plaatsen. Misschien een beetje werken aan de parking. Dat moet ook nog gedaan worden. Ah! Ja mensen, we zijn zover. Ik ben klaar met decoreren van de buitenkant. En laat me maar even kijken wat ik ervan gemaakt heb. Zoals je al eerst kan zien, dit heb ik hier al gefixt. Heb ik een hoot gemaakt en je zakt er niet in door, dus dat is goed. Linkerkant parking met een hagen rond. Terras heb ik gewoon clean gedaan, alsof dat net is afgereden. Twee parkingplaatsen. En dan heb ik ook lanterns toegevoegd. Ook een sign, centrum. Naar daar, station naar daar. Het is wel duidelijk dat station hier is, maar just in case. Dan als we het pad volgen, overal heb je mooie boompjes. En dan kom je hier in een pleintje waar je ook kan zitten als je oud bent. En dan kom je eigenlijk puur bij het treinspoor. Ik weet niet als er een mogelijkheid is dat ik hier een rood licht of whatever kan plaatsen. Dat mensen weten van, je mag er niet oversteken, hè. Dat heel dat gebied heb ik nog niet gedecoreerd. Waarom? Omdat ik hier echt een heel bergstelsel wil maken.
waar dat dan ook de houthakkerij in staat. Dus dit verdwijnt. Dus ja, alles is mooi gedecoreerd met elevation change en al slabs en mangrove leaves, de pink petals, azalea trees, allemaal kleine detail. Het is een beetje een messy place, maar het heeft wel zijn vibe. Dan aan deze kant heb ik ook verder gewerkt. Dit is iets meer open, want hieronder komt er weinig zonlicht, dus hier kan er niets ruien. Hier heb ik dan wel een hele grote boom geplaatst, met dan nog een golden birch tree. En dan heb je ook een sneaky way om het station op te komen. En zoals je kan zien, is er hier een pad. En dit loopt naar de achterkant van dit gebouw, waar ik de eerste straw statue ga plaatsen voor vandaag, die een naam moet krijgen. En dit is de skin voor de Graffiti Man. Hij is ondertussen bezig met Belief te tekenen. Misschien gaat hij dat nog later inkleuren. Maar geef mij ondertussen maar een naam voor deze persoon. En de tweede skin gaat voor de receptioniste. Geef mijn naam in de comments voor deze vrolijke receptioniste. Op naar de volgende. En de derde gaat naar deze prachtige skin. Ik denk wel dat je weet wie dat is. Maar goed, geef mijn naam voor deze man die een boek wil lezen. En dan zijn dit de laatste twee, de moeder en de zoon. Laat mijn naam achter in de comments. Maar mensen, dat is het dan weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het rust weten door te liken en te subscriben. En laat ook een comment achter wat jullie willen zien in een van de volgende video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.